Lunchroom Baddenvoets uit Leeuwarden is doorgedrongen tot de finale van De Het. De Leeuwarden Ondernemersprijs die tot doel heeft om innovatieve ondernemers in de schijnwerpers te zetten. De eigenaren van de lunchroom die een verrassende beleving aan hun klanten willen geven, moeten concurreren met wervings- en selectiebureau Effectus HR en Friesland Boeit. De winnaar van De Het wordt 23 maart bekendgemaakt. Hoe is het om genomineerd te zijn voor deze prijs? Ja, voor ons is het een stukje erkenning voor het harde werk wat we elke dag weer doen. We staan hier elke dag weer met passie. Proberen elke dag weer het verschil te maken in de horeca in Leeuwarden. Dus het is, we zijn heel erg vereerd dat we zo ver kwamen. In ieder geval dat we genomineerd werden. En nu dat we inderdaad in de finale staan. Jullie zijn nog niet zo heel lang ondernemers hier in de Kleine Kerkstraat. Je moet wel durven in deze barre tijden. Ja, dat klopt. Leuke woordspeling trouwens. We willen heel graag het verschil maken in Leeuwarden. En we hebben heel veel horeca-ervaring. En we zien ook heel vaak dat het naar onze mening niet helemaal klopt in de horeca. Wij hebben dat proberen om te zetten in juist iets heel positiefs. Van wat willen we graag bieden voor mensen. En we hebben zijn we begonnen inderdaad iets meer dan een jaar geleden. Met die intentie om te kijken van hoe kunnen we juist iets heel positiefs in Leeuwarden neerzetten. Met verse dingen, verse producten, vooral ook een hele huiselijke en intieme sfeer. Waar mensen gezien worden, waar mensen echt even tot rust kunnen komen en even kunnen genieten van alles om zich heen. Want heeft de horeca in het algemeen te veel op hun lauren gerust en niet willen inzien dat het misschien anders moet zoals jullie het doen? Nou, dat denk ik wel. Het is jarenlang hebben de echte grote horecabedrijven hebben altijd een luxe positie gehad. Want de mensen die zijn er wel in de stad. In de crisistijd zie je dat er veel leegstand is in de binnenstad. Er wordt veel online besteld. Dus er is minder traffic op straat, zoals we dat noemen. Er lopen minder mensen over de straat. Dus er zijn ook minder gasten voor de horeca. Dus je moet echt wel heel erg actief zijn. Wil je je zaak nog gevuld krijgen. En je moet echt passie hebben. En passie voor het ondernemen, passie voor de gast. En vooral de mensen niet voor lief nemen. Dat ze bij jou de moeite nemen om bij jou in de zaak te komen. Ja, wat Ralf eigenlijk terecht zegt is dat de mensen bij jou in de zaak moeten komen. En dat niet meer zo 1, 2, 3 normaal is. Daarom hebben wij ook een concept waarin we dus heel erg bezig zijn met die gast. Maar daarnaast onze visie op de horeca willen wij ook eigenlijk breder neerzetten. En samen met Leeuwarden ondernemers, Leeuwarden kunstenaars die hier exposeren bij ons in de zaak. Maar ook met het Friesland College waarin wij studenten ook proberen te begeleiden en proberen iets mee te geven van onze visie. Ja. Het goed idee om dit in het leven roepen, deze ondernemersprijs? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat sowieso de ondernemers in Leeuwarden ook de ruggengraat zijn van de economie hier in Leeuwarden. En daarnaast dat ze elke dag weer klaarstaan voor hun klanten of gasten hier in de binnenstad, weten precies wat er gebeurt. En ik denk dat het heel goed is om daar ook een stukje erkenning aan te geven aan mensen die zich ook hun nek uit willen steken om iets nieuws te laten zien. En om inderdaad het verschil te maken in Leeuwarden. Of het nou is op ICT-gebied, of horeca, of retail. Dat maakt niet uit. Maar het zijn vooral ondernemers die ook die genomineerd zijn. Die het anders doen dan dat hun voorgangers allemaal deden.